Ja, de trouwe volgers, die weten het. Ja, van dit kanaal. Jullie weten hoe ik denk over het vrouwenvoetbal. Ja, daar heb ik mij wel eens een paar keer over uitgesproken. Ik vind dat helemaal niks, vrienden. Dat weten jullie. Ja, ik vind dat dat in de verste verte niet lijkt op voetbal. Nee. Het wordt wel op hetzelfde veld afgewerkt, hè, met doelen en zo. En dat wel met dezelfde spelregels. Maar verder heeft het helemaal niks met elkaar te maken. Geen enkel probleem. Ik gun de vrouwen hun lol. Maar noem het geen voetbal. Want het is totaal niet te vergelijken met wat de mannen doen. Ja, dat is nou een keer zo. En dat kan ik ook niet helpen. Ja. En wat blijkt nu, vrienden? Ja, ik begin maar gelijk. Ja, dat hoef ik niet eens te halen. Nee, dat wordt me gewoon gebracht. Wat blijkt? Het Nederlands elftal van de vrouwen speelt tegen onder 18 van de jongens dus. Hè? Onder 18, 17-jarigen van de Volenwijkers. Gewoon een gemiddelde amateurclub. Nou, de 17-jarigen daarvan. En daar gaan ze tegen oefenen. En nou ging het er maar om. Kunnen we dat op televisie brengen? Dat is al een onzinnige gedachte. Want waar gaan we dan naar zitten kijken? Sinds wanneer gaan we naar wedstrijden van onder 17? En dan ook nog tegen vrouwen zitten. Maar goed, in ieder geval. Dat zou dan uitgezonden moeten worden. KNVB was tegen. De KNVB was tegen. Ja, de bondscoach die zag het nog wel zitten, die André Jonker. En de vrouwen die vonden het ook allemaal verder best. Maar de KNVB wilde dat, oh nee, niet doen. Want stel je voor, we zouden zien hoe groot het verschil zou zijn tussen mannen en vrouwen. Nee, dat gaan we niet uitzenden. Nee, dat gaan we niet uitzenden. Nou, en dat is ook niet gebeurd. Gaat niet door, nee. Maar nog erger wordt het, vrienden, toen werd gezegd, ja, we moeten de uitslag van die wedstrijd, die moeten we wel geheim houden. En hoe vind je die? Je mag niet bekend worden, hoor. Maar stel je voor, die jongens die winnen met 6, 7 of 8 of 10-0, wat zomaar kan. Ja, ja. En dan worden die vrouwen gewoon heel erg belachelijk gemaakt. Ja, 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 hè, ja. En toen moest die Andries Jonker, die kwam dus even bevestigen en eigenlijk toegeven. En die zei, ja, maar het is een beetje zo dat elk vrouwenteam verliest van een ploeg van onder 17 van de mannen. Dus daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Daar kunnen de vrouwen echt niet van winnen. Nou, dan zijn we er dus. Dan zijn we er dus. Dat is dus het niveau van de vrouwen. En daar gaan we dan met z'n allen straks weer, met WK en weet ik veel, gaan we daar weer naar zitten kijken. Ja, en juichen en overal enthousiast en dit en dat. Wedstrijden voor onder 17 kijken wij nooit naar. Vinden we helemaal niks. En die zijn al beter. Die zijn al beter dan deze vrouwen. Dus, vrienden. Nogmaals, dames, ga lekker voetballen. Doe je best, maar nodig nooit tv-camera's uit.